Daan moet verhuizen, maar hij heeft zo geen zin. En hij moet ook nog eens samen met zijn vader elke dag een klusje doen. Tijdens het werk krijgt Daan Bijbelverhalen te horen. En die eeuwenoude verhalen hebben hem meer te vertellen dan Daan ooit had gedacht. Luister mee naar Eerst Dit voor Kids. Daan, tijd voor een klus. Kom mee naar zolder. Waarom? We halen alle oude spijkers uit de muur en maken morgen de gaten weer dicht. Kunnen de nieuwe bewoners dat niet doen? Nee, we hebben afgesproken alle gaten dicht te maken. Als we hier gewoon blijven wonen, hoeven we dit niet te doen, hoor. Daan, we hebben het hier al eens eerder over gehad. We gaan verhuizen. Punt. Maar ik wil niet naar een andere school. Kom op, hier is een klauwhamer, dan gaan we aan de slag. Oké dan. Hoe ging het verder met koning Hercules? Dit verhaal kun je lezen in Matthäus 2. Nee, koning Herodes. Die raakte in de stress omdat de wijzen hadden verteld dat er een Joodse koning geboren moest zijn. Daarom geeft hij het bevel om te zoeken in de oude geschriften naar voorspellingen en beloftes om te ontdekken of er iets over die nieuwe koning geschreven stond. En hij komt erachter dat er een voorspelling is die vertelt dat in Bethlehem een leider geboren zal worden, die als een herder voor Israël zal zorgen. Papa? Ja? Deze spijker is gedraaid. Dat is een schroef. Hier, een schroevendraaier. Nou, koning Herodes regelt direct een geheime vergadering met de wijze mannen. Hij wil precies weten wanneer ze de ster voor het eerst hebben gezien. Daarnaast geeft hij hen de volgende opdracht. Ga naar Bethlehem en zoek uit waar dat kind is. Als jullie hem gevonden hebben, moet je dat ook aan mij komen vertellen. Dan kan ik hem ook bewonderen en cadeaus geven. De wijzen vertrekken. De ster is er weer en wijst hen de weg. En na een tijd stopt de ster precies boven de plaats waar het kind woont. De wijze mannen zijn nog nooit zo blij geweest. Ze stappen het huis binnen en daar vinden ze Maria en Jezus. Ze buigen vol bewondering voor het kleine kind. En daarna maken ze hun schatkisten open. En ze geven hem wierook en mirre en... Goud! Dus de spaarpot zit gelijk vol. Ja, en als het tijd is om terug te gaan naar huis, dan krijgen de wijze mannen van God een droom. Daarin waarschuwt hij hen om niet naar Herodes terug te gaan. De wijzen nemen een andere route naar huis. En dat is maar goed ook. Waarom is het maar goed dat ze via een andere weg gaan? Nou, op het moment dat koning Herodes merkt dat de wijze mannen niet naar zijn paleis terugkomen, wordt hij superpissig. Hij voelt zich bedrogen en is verschrikkelijk kwaad. Zijn gedachten draaien op volle toeren, want een nieuwe koning is een groot gevaar voor hem. Er kan tenslotte maar één iemand koning zijn. Denkt hij, als die wijze mannen de ster toen en toen gezien hebben, ja, dan kan dat kind nooit ouder zijn dan een jaar of twee. Soldaten! Ga naar Bethlehem. Zoek en vind in en om dat dorp alle jongetjes tussen de 0 en 2 jaar. En maak ze dood. What the? Nee toch? Ja, helaas wel. De soldaten gaan naar Bethlehem. Doden alle jongetjes tot 2 jaar. Jakkes, ik word hier kotsmisselijk van. Wat een rotzak die koning. Dit deel van het kerstverhaal heb ik echt nog nooit gehoord. Maar ja, ik zou zo'n bloederig verhaal ook niet in een kerstmusical stoppen. En wat gebeurde er met Jezus? Vonden ze hem? Nou, Jozef, de vader van Jezus, kreeg een droom. In die droom zag hij een engel die zei, sta op, je moet met Maria en het kind naar Egypte vluchten. Daar moeten jullie blijven totdat ik zeg dat jullie terug mogen gaan. Want Herodes is op zoek naar het kind. Hij wil het doden. En diezelfde nacht nog pakten ze hun spullen. Dus voordat de soldaten een stap in Bethlehem zetten, waren Maria, Jozef en Jezus allang met de helikopter vertrokken naar Egypte. Niet met de helikopter toch? Lieverd. Ik zou toch in elke laatste zin iets stoppen wat toen nog niet bestond? Oh ja, dat is waar. Maar ze moesten dus wel weer verhuizen. Ik snap er niets van. God zei toch tegen Maria dat hij met haar was en dat hij iets moois voor haar ging doen? Nou, ik vind dit verhaal echt helemaal niet mooi. En het is toch ook niet chill om midden in de nacht te moeten vluchten? Ja, goeie vraag. Ik denk, als God zegt dat hij bij je is, dat het niet betekent dat je nooit in moeilijke situaties terecht zou komen. Of dat je nooit problemen of een rotdag hebt. Hij belooft dat hij bij je is. En als God bij je is, dan zal hij je helpen. Elke dag. Of het nu een leuke is of een vervelende. Hier, trek deze spijker er nog even uit. Hoe lang bleven ze trouwens in Egypte wonen? Dat vertel ik morgen, want dit verhaal is nog lang niet afgelopen. Maar alle spijkers zijn uit de muur. Deze klus is geklaard.
Gelukkig is er morgen weer een. Nou, zeker gelukkig. Leuk dat je luisterde naar Eerst Dit voor Kids. Wil je meer wonderlijke verhalen horen? Check dan eerstditvoorkids.nl, je podcast-app of het YouTube-kanaal van de EO. Eerst Dit voor Kids wordt gemaakt door de Evangelische Omroep, IZB en NPO Zapp. Tot morgen!